Ik sta aan Hendrik Ido Ambacht en dan wil het toeval dat ik hier niet geboren ben, maar wel getogen. En het toeval wil dat ik vandaag voor RTV Rijnmond hier mijn koninginnendag mag vieren. Dus ik zou zeggen, een betere gids is er niet. Laten we gaan. Oranje ben ik vrij overwin. Doet eens even mee. De koning van in Spanje heb ik altijd geëerd. Ja, voetballen! Meer dan 18 lagen. Wie doet het? En hij kan zomaar vallen. Geef hem een dadelijk applaus. Benny Paalvast. Maar is wel tweede. Tot nu toe. Nou, wel gaaf om te doen. Zweethandjes nu? Ja, een klein beetje, ja. En die kratjes doen best zeer aan je, ja, aan je knieën. 10 jaar of ouder. Hij kan... Het zal 18 jaar of ouder zijn. Vreselijk, echt vreselijk waar. Ik hoop dat je beter gaat dan ik. Ja, ik hoop het ook. Wat is je tactiek? Ja, om zo mooi te komen, een keer zoveel mogelijk op te stapelen. Kijk hoe ver ik kom. Oh, dit grap is, dit ging echt, dit grap is. Oh. Dit is een hele, ja, ziet er heel apart uit. Ja. Een pomp? Zeker, ja. Dat is een pomp voor mijn oudste dochter. Het is bijna dezelfde grootte. Ja, bijna wel, kijk maar. Dus dat past wel, want haar te klein is, dat past de pop weer aan. Een soort klein geadopteerd zusje. Ja, inderdaad. Lars heeft er nog een paar en Mike heeft er nog een paar. Je gaat eruit op nummer 35. 35. 35 mensen. Hey, kijk eens zo mooi. Alsjeblieft. Mij hopelijk de finesses van het sjoelen bijbrengen. Ja, wat noem je finesses? Ja, waar moet ik op letten? Wat is het beste? Moet ik zo hard mogelijk of... In het begin moet je wat zachter gooien. En hoe meer stenen er liggen, des te harder moet je gooien. Het gaat niet zoals thuis, hè? Nee, ik heb thuis toch zo geoefend. Mijn werk zit er voor vandaag op. Ik hoop dat ik alle hoogtepunten van Hendrik Ido Ambacht, mijn dorp, heb kunnen laten zien. En nu is het tijd voor de taart. Ik ga hem lekker opeten.